een dag op school was het tijd voor de les. Jongens en meisjes, we gaan beginnen met rekenen, dus pak even jullie boeken erbij. Yeah. Yeah. Waarom nou rekenen? Maar jullie willen toch wat leren? Nou jongens, het is weer tijd. Ik pak even jullie topo erbij. Moet dat nou echt? Ja! Yeah. Ik kom hier echt niet voor mijn plezier hoor. Nou, nu mijn lievelingsvak, geschiedenis. Geschiedenis, waarom je? Dat is toch allemaal van vroeger? Dat is echt waar. Ja, ik heb ook niet altijd overal zin in. Maar jullie willen toch later ook een goede baan krijgen? Ja, maar dan leuk. Nou, we moeten dit allemaal leren. Schiet op! Daar gaan we weer. Jij gaat naar de bibliotheek. Ja. Oh. Ze zijn zo ongemotiveerd. En wij maar hard werken en werken en weinig verdienen. We zouden eigenlijk iets moeten verzinnen om meer te kunnen verdienen. Ja, je hebt helemaal gelijk, maar wat? Moet het gaan opzoeken op internet? Ja, goed idee. Maar eerst koffie. Ja, misschien is dit wel iets. Euroteam. Wij helpen scholen om te laten zien aan kinderen dat school belangrijk is. Klinkt goed. Ja. Laten we verder gaan. Later zullen ze afstuderen op de universiteit. Nou, geweldig. Dit wordt er wel hoor. Geweldig. Het Euroteam leek een groep slimme mensen. Zij helpen scholen om wat extra geld te verdienen. Daarom belden ze het Euroteam gelijk op. Met het Euroteam? Wij hebben jullie hulp nodig. We zijn net naar jullie website gaan kijken. Nou, zouden jullie langs willen komen? Ja, natuurlijk kan dat. Prima. Oké, dankjewel. Doe dat. Doeg. En? Ja, ze komen! Nou, Euroteam, wat fijn dat jullie er zijn. We hebben begrepen van jullie dat jullie ons helpen met geld verdienen en tegelijkertijd de leerlingen motiveren om te leren. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Uw leerlingen zullen afstuderen bij de universiteit. Ze komen echt goed terecht. Het klinkt echt goed. We tekenen graag het contract. Mooi. Om de juffen wat extra geld te laten verdienen, was het plan van het Euroteam om de leerlingen voor alles wat ze wilden leren of doen op school geld te laten betalen. Zijn er geen kleine lettertjes of zoiets? Nee. Alles is in orde. Ja. Nou, alles is geregeld. Ah, dan worden we snel rijk. Sorry, wat zei je? Nee, niks, nee. Helemaal niks. Oké. Vanaf de volgende dag moesten de leerlingen betalen voor alles wat ze wilden leren of doen. Spulling eens even kijken. Het wordt 4 euro. Met 20 cent. Nou, dat is geen probleem hoor. Voor 10 cent kan je buiten spelen. Ook goed. Alsjeblieft. Tja, buiten. Rekenen. Het wordt dan 4,50. Bang met pimples. Tuurlijk. Rekenen. 4,50. Dankjewel. Lekker zitten. Rekenen. 4,50. Ik heb alleen 10 cent. Gewoon buiten spelen. Dat is 10 cent. Ja. Ben je weer met de fiets gekomen? Ja. Nou, dan wordt het 2,50 voor het parkeren. De leerlingen baalden wel, want omdat niet iedereen genoeg geld had, konden zij niet leren wat ze graag zouden willen. Een van de leerlingen vroeg zich wel iets af. Is het niet zo dat onderwijs een kinderrecht is? Ja, dat zou best kunnen, maar dan zou het toch gratis zijn? Kijk, ik heb hier een boekje met alle kinderrechten erin. Ik denk dat het hier wel in staat. Maar hoe kom je daar aan? Gewoon, geleend bij de piep. Maar krijg je dat gratis? Nee, tuurlijk niet. Gewoon 1 euro. Maar gewoon even kijken of het recht op onderwijs erin staat. Ja, hier. Ieder kind moet naar school kunnen gaan en kinderen moeten gratis naar de basisschool kunnen. Zie je nou wel? Gewoon shock. Ja, nu weg. Alle tijd om ons rustig na te kijken. Het is zo rustig met zo weinig kinderen in de klas. Nou moet je horen, die rust. €5 voor een nieuw potlood. Oepsie. €5.
Ondertussen, op het schoolplein, zitten nog steeds de kinderen die helaas wat minder geld hadden. We zijn al 4 uur lang buiten aan het spelen. Ja, ik wil ook wat leren. Maar zo kan ik niks leren voor een dokter te worden. 4,50 voor alleen 1 les rekenen. Weet je wel niet wat je met 4,50 kan doen? Je kan 2 grote porties patat halen. En een grote zak chips. Voor 4,50 kan ik gewoon 5 boeken halen in de bieb. Of 3 keer met de bus naar de stad. De hele dag naar het zwembad. Zo kan ik mijn talenten nooit ontwikkelen. Na schooltijd waren de juffen aan het kijken hoeveel geld ze hadden opgehaald. 37,65 euro voor de rijk. Nee, wij worden rijk. Wat bedoelen jullie? Wat bedoel je? Ja, jullie hebben dit contract getekend. Ja, maar er waren toch geen kleine lettertjes, toch? Ja, er staat toch wel wat in, hè? Dat jullie 99,9% aan ons moet geven. Hier, kijk. Hoeveel hebben jullie opgehaald? 37,65 euro. Nou, dit is voor jullie. 10 cent? Dit is voor ons en dit is voor jullie. Maar dit is echt super weinig. Ja, dit staat in het contract. Fijne dag nog. Doei. Maar kunnen we dat contract niet stoppen? Ja, dat kan wel. Dat kost 2000 euro. We komen er morgen bij jullie op terug. Geen probleem. Fijne dag. 2000 euro. De stagiaire en ik zitten met een groot probleem. De juffen gingen in gesprek met de leerlingen. De juffen dachten de oplossing te hebben gevonden voor de ongemotiveerde leerlingen. Ze vertelde dat ze in het sluw plan waren getrapt van het euroteam. En nou, om het contract te laten stoppen, moeten we 2000 euro betalen. Maar dat kunnen we helemaal niet betalen, want ik werk in het onderwijs. Ja, dat is heel erg voor jullie. Nou juf, ik heb wel wat geld in mijn spaarpot. De leerlingen wilden de juffen natuurlijk helpen. Dus al het geld uit de spaarpotten werd bij elkaar gelegd. Maar... We hebben net 200 euro tekort. Oh nee, dan gaan we carrière. Kunnen we niet anders wat spullen gaan verkopen? Ja, dat is een goed idee. Alle spullen werden verkocht. En zo hadden ze genoeg geld om van het contract af te kunnen komen. De sfeer tussen de leerlingen en de juffen zat er een stukje beter in. Ze hadden alleen wel wat minder spullen. Tada! Dat was het einde! Ja, maar mocht jij nou nog die bloopers willen zien, dat kan. Die staan namelijk daar. En als je het leuk vindt om een andere kinderrechtenfilm te kijken, aanrader, daar. En anders abonneren, hier zo. Ja? Oké, hoi hoi!